Ja, maar van La Ros, dit is een echte bouwput, want het gaat allemaal heel erg snel nu. Hier lag nog aarde. Nee, dat klopt. We zijn maandag, in eerste instantie was het zondag natuurlijk de bedoeling. We zijn maandagochtend vroeg begonnen met het omturnen van Wuro naar wederom het Spartastadion. Wat je merkt aan reacties is dat heel veel mensen zoiets hebben, had het gras laten liggen alsjeblieft. Ja, nee, die discussies hebben we de afgelopen dagen natuurlijk meerdere malen mogen voeren. Maar dat was al met al een onmogelijkheid. Alleen de toplaag is alleen vervangen. En de kenners, die, als ze goed hadden gekeken, dan zag je al heel voorzichtig aan de bovenkant van het grasveld al wat gele plekken. En het had nooit langer goed gebleven dan nog 4-5 weken max. Iedereen die hier afgelopen week was, of het nou journalisten waren, ja, of andere mensen die ook wel eens bij Sparta kwamen, die riepen allemaal heerlijk, eindelijk weer dat echte gras. Ja, maar dat vonden wij ook. Toen het erin lag, dan waren de eerste woorden natuurlijk prachtig, je ruikt het gras. Maar ja, goed, nogmaals, en dat heb ik al meerdere malen gezegd, we hebben die keus gemaakt. Er was ook geen keus om het gras te laten liggen. Er moest teruggebouwd worden, dat doen we nu. En we gaan in de toekomst wellicht wel een andere keuze maken, maar dat ligt nog ver weg. Want kun je even uitleggen waarom het niet kan? Ja, het is het kostenplaatje, maar meer ook, hè? Want er moet een veldverwarming onder zitten. Er zijn allemaal restricties. Ja, nogmaals, die keuze die ligt echt een aantal jaar terug. Hè. Als je terug wil naar natuurgras, dan is het niet alleen een kwestie van onderhoud, maar onder 19, onder 17 die je traint. En jong die je traint, kun je dan hier allemaal niet meer trainen. Die moeten naar een andere locatie toe. Wordt heel snel te Breggen gezegd, ons trainingscomplex. Maar daar moet dan ook nog wel het een en ander verbouwd gaan worden. Buiten het feit dat je nog eens een keer met aanzienlijke investeringen te maken krijgt, als het gaat over bijvoorbeeld veldverwarming. Over investeringen gesproken, ja, voor zo'n EK vrouwenvoetbal, er zijn slechts een paar wedstrijden hier gespeeld. Ja, is er zo'n transformatie nodig? Hoeveel heeft dat gekost? Heel veel geld. Heel veel geld. Maar gelukkig hebben we daar met de KNVB, de UEFA, gemeente Rotterdam en Sparta Rotterdam zelf hebben daarin de juiste modus weten te vinden om dit geheel te bekostigen. Wat levert het Sparta op dat jullie het vrouwenvoetbal hier hebben gehuisvest? Ja, met name denk ik waar we op zoek waren is naar de PR voor de club, voor het stadion. Dat we in de zomermaanden hier een bezetting hebben en uiteindelijk een fantastisch toernooi hebben gehad. Welke mat komt er nu in te liggen? Gewoon precies dezelfde kunstgrasmat die jullie eerst hadden? Of komen er nu alles eruit is en nu opnieuw wordt gebouwd, of weer iets anders? Er komt dezelfde mat terug. De huidige mat die erin lag, die is inmiddels geplaatst in Ter Bregge. We hebben daarin zijn we ook bezig met een upgrade door te voeren. Zowel aan de opstallen die er staan, dan als aan de veldenproblematiek die we daar hebben. En hier komt dezelfde mat in met exact dezelfde infill. Je zei het net al in een antwoord, hè? Volgend jaar gaan jullie evalueren. Dat hadden jullie ook van tevoren afgesproken. Dus er bestaat wel een kans dat er in de toekomst wel weer gras hier te liggen komt. Ja, maar dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt. Volgens mij duurt het traject nu nog 2 jaar. Dus we zullen aan het einde van volgend seizoen zullen we de evaluatie gaan starten. Want als je wederom wil gaan transformeren naar natuurgras, ja, dan heeft dat nogal wat werk letterlijk in de aarde. Dus dat gaan we bekijken te zijner tijd. Wachten jullie ook de ontwikkelingen bij de KNVB af? Want er is een discussie gaande dat er eventueel een solidariteit moet komen. Misschien wordt het wel verplicht aan eredivisieploegen om op normaal natuurgras te spelen. Wachten jullie die ontwikkelingen ook af? Ja, die wachten we af. Aan de andere kant staat denk ik die discussie volledig los van de interne discussie die we zullen gaan voeren. Het zou het kunnen gaan versnellen. Alleen ik zie het niet gebeuren dat binnen 2 jaar de verplichting komt dat we op natuurgras moeten gaan spelen. Dan iets anders. Rick van Drongelen is vandaag niet in Rotterdam aanwezig. Hij is in Duitsland, bij Hamburg. Wat kan je daarover vertellen over die op handen zijnde transfer? Nou ja goed, hij is nog wel in Nederland. Hij is op weg naar Duitsland. Laten we daarmee beginnen. Hij heeft zojuist afscheid genomen van de spelersgroep en is hier een handje komen geven op kantoor. Hij is op weg naar HSV in dit geval. We hebben de afgelopen dagen intensieve gesprekken met HSV gevoerd. Ja, en wij zijn met deze partij in zeer concrete onderhandeling. Je gaat ongetwijfeld niet over bedragen praten, maar kunnen we wel zeggen dat het voor Sparta begrippen een hele mooie transfer is? Ja, het is meer dan denk ik een mooie transfer. Het is een hele grote som die we mogelijk gaan vangen voor Rick. En het zou een fantastische bijdrage zijn in het verdere herstel van de club. Kunnen jullie dat bedrag ook herinvesteren nog in spelers? Ja, we zullen met het bestuur moeten gaan overleggen wat we met de gelden gaan doen die uiteindelijk daaruit vrijkomen.
Ik denk dat je moet kijken natuurlijk in stadion, in faciliteiten. Maar er zal waarschijnlijk ongetwijfeld de vinger omhoog gaan om verder in de selectie te investeren.